Welkom, dames en heren, jongens en meisjes. Voor we verder gaan met het programma, wil ik u en jullie vragen mobiele telefoons uit te zetten. Vandaag konden we in vrijheid kiezen om hier bijeen te zijn. Als teken van vrijheid is achter mij een brandende fakkel te zien, het vuur van de vrijheid. Er is ook een duif in te zien, de duif van de vrede. Vrijheid was er niet altijd, niet in de Tweede Wereldoorlog. Vanavond gedenken wij de slachtoffers uit die oorlog en uit Nederlands-Indië. We geven het vuur van de vrijheid aan elkaar door. Welkom namens het comité Herdenking Gevallenen Albrandswaard. Welkom burgemeester Wagner en familie, wethouders, raadsleden. Nee, de wethouder is in Rome, sorry. Raadsleden, nabestaanden en overige aanwezigen. Ik moet ook welkom heten de kinderburgemeester Judith van der Waarde. Raadslid de heer Fuik heeft de plaats ingenomen van de heer Scharing, die hier vanavond zou zijn, maar om privéredenen dat niet op zich kon nemen. Er zijn ook aanwezig leerlingen van basisschool De Parel en van Valkenstein en leerkrachten. Fijn dat jullie mee willen werken aan deze avond. Een woord van dank aan de andere medewerkenden. Scouting Albrandswaard, Harmonievereniging La Bonaventura met dirigent de heer Verloop, organist de heer Van Velen, de dienstdoende koster, de gemeenteambtenaar en vrijwilligers. Burgemeester, mag ik u nu uitnodigen voor uw 4 mei toespraak. Dames en heren, fijn dat u vandaag met velen hier aanwezig bent. Welkom. En een speciaal welkom voor alle jonge mensen. En natuurlijk ook voor onze kinderburgemeester Judith van der Waarde. Het is goed dat jullie hier zijn en ik ben ook erg te spreken over de tekeningen, die zie je links en rechts, die een aantal van jullie heeft gemaakt naar aanleiding van de les die jullie hebben gehad over 4 en 5 mei. Of misschien hebben jullie wel een van de gedichten geschreven, waarvan er straks een paar worden voorgelezen. Ik vind het mooi om mee te maken hoe jonge mensen, ieder op hun eigen manier, de Tweede Wereldoorlog en de thema's bevrijding, herdenking, vrede en vrijheid weten te verwoorden en te verbeelden. Geachte aanwezigen, vandaag is het 4 mei, dag van herdenken. En wat mij betreft ook een dag van stilstaan, wat wij zo vanzelfsprekend vinden, maar wat eigenlijk niet zo vanzelfsprekend is. Vrede en vrijheid. Zo kostbaar en tegelijkertijd ook zo kwetsbaar. In vele delen van de wereld en zelfs in sommige delen van ons eigen continent, van Europa, is vrede en vrijheid niet zo vanzelfsprekend. Daarom vind ik het belangrijk om iedereen, en ik zeg echt iedereen, uit te nodigen om deel te nemen aan 4 en 5 mei. Om samen te herdenken op 4 mei en samen te vieren op 5 mei. Samen, zonder iemand uit te sluiten. Willen we vrede en vrijheid blijven bewaren, dan moeten we daar met z'n allen wel hard voor werken. Werken aan gelijke rechten en gelijke kansen, overal ter wereld. Werken aan een wereld waarin iedereen erbij hoort en niemand meer wordt uitgesloten of gepest vanwege leeftijd, geslacht, afkomst of levensovertuiging. Een wereld waarin we elkaar respecteren en accepteren en juist accepteren dat juist niet iedereen hetzelfde is, maar verschillend kan zijn en mag zijn.
Jongens en meisjes, ook daarom is het zo belangrijk dat jullie er vanavond zijn. Want om vrijheid en vrede te kunnen bewaren, moet het worden doorgegeven. En daarbij spelen jullie de hoofdrol. Jullie zijn de generatie van de toekomst. Die moet blijven uitdragen dat er nooit meer oorlog mag komen. Tijdens de lessen over 4 en 5 mei op de basisscholen merkte ik dat de Tweede Wereldoorlog verder komt af te staan van de jongste generaties. Dat is ook begrijpelijk. Ooggetuigen uit de generatie van onze ouders, groot- en overgrootouders, leven niet meer. En hoewel hun belevenissen nog door onze generatie worden verteld, ligt het voor de hand dat de gebeurtenissen van 75 tot 80 jaar geleden steeds minder gaan leven voor de aankomende generaties. Het was voor mij dan ook verrassend en bijzonder mooi om tijdens een les van één van de leerlingen de vraag te krijgen waarom wij, onze generatie en die van onze ouders, sommige historische plaatsen gewoon hebben heringericht zonder te respecteren wat daar is gebeurd. Aanleiding voor deze vraag was onder andere het gebied rond het sluisje, dat nu deel uitmaakt van het spoorwegemplacement Waalhaven. De leerling van groep 8 was daar oprecht verbaasd en zelfs licht gepikeerd over. Het was een volkomen terechte vraag, waarop ik geen goed antwoord heb. Maar het raakte me enorm dat er ook bij de jongste generatie behoefte is aan veel meer aanwijsbare plaatsen uit de geschiedenis die met onze vrijheidsstrijd te maken hebben. Ook kreeg ik veel vragen over de oorlogen van nu en de ellende die deze veroorzaken. Want net als tijdens de Tweede Wereldoorlog veroorzaken ook de oorlogen van nu ontwrichting van de samenleving. En net als toen verlangen de slachtoffers naar vrijheid en vrede. In ons land mogen wij al sinds 5 mei 1945 in vrede leven. Bijna 3 generaties, bijna 75 jaar. En juist daarom zijn wij als Nederland verplicht ons in te zetten voor vrede en veiligheid in de wereld. Zijn we verplicht om er zorg voor te dragen dat conflicten worden vermeden en worden bijgelegd in ons aller belang. Ook dat hoort bij 4 mei. Wat ook bij 4 mei hoort, is dat wij niet vergeten wat de prijs voor vrede is. Dat vrijheid een kostbaar geschenk is. Dat we moeten blijven doorgeven aan de komende generaties. En dat we hen die daar hun leven voor hebben gelaten, dus moeten blijven herdenken. Vandaag herdenken wij speciaal de slachtoffers uit onze gemeente Albanswaard. Uit de dorpen Portugal en Roon. Dat doen we hier in de dorpskerk van Portugal en tegelijkertijd in de dorpskerk van Roon. We herdenken de slachtoffers van de razzia's, waarbij een groot aantal mannen gedwongen werd om in Duitsland te werken. Mannen die niet meer terugkeerden naar hun gezinnen, families en vrienden. We herdenken de slachtoffers van het bombardement op 10 februari 1941 in Portugal. We herdenken de 7 onschuldigen die zonder enige vorm van proces zijn geëxecuteerd na de ongelukkige dood van een Duitse soldaat bij het sluisje in Roon. Vanavond herdenken wij ook alle Nederlandse burgers en militairen die sinds de Tweede Wereldoorlog tot en met vandaag, waar ook ter wereld, zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesmissies. Het mag niet zo zijn dat al deze mannen en vrouwen voor niets zijn gestorven. Wij leven weliswaar in vrijheid, maar het oorlogsgeweld en de dreiging zijn dichtbij. En intolerantie en onbegrip liggen meer en meer op de loer. Ons land werd 74 jaar geleden bevrijd, maar er is nog steeds oorlog. Onder andere in het oosten van Oekraïne, in het Midden-Oosten, Syrië en Irak. Er is oorlog in grote delen van Afrika. En er dreigen nog steeds conflicten in Zuidoost-Europa. Laten we dus waakzaam zijn. Door oorlog komen mensen voor onmogelijke keuzes te staan. Dat gold toen in de Tweede Wereldoorlog, maar geldt ook nu in de hedendaagse oorlogsgebieden. Onmogelijke keuzes die de meesten van ons niet altijd begrijpen, niet kunnen begrijpen, omdat wij gelukkig geen oorlog hebben meegemaakt. Dames en heren, jongens en meisjes,
Wij kennen allemaal wel familieleden en nabestaanden van mensen die zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog of daarna tijdens oorlogssituaties of bij vredesmissies. Het doet me dan ook bijzonder goed een groot aantal van de nabestaanden hier vanavond te mogen zien en dat ze deze herdenking bij kunnen wonen. Zij hebben deze dagen extra zwaar en hebben daarom onze steun hard nodig. Een herdenking als deze draagt daaraan bij. Het besef dat we hen niet vergeten en dat velen naast hen staan. Laten we ook denken aan de vrouwen en mannen die momenteel worden uitgezonden op missies om de vrede in diverse landen te herstellen. De achterblijvende familieleden verkeren constant in angst en in het ongewisse over de goede terugkeer van hun dierbaren. Ook zij hebben onze steun nodig. Het is belangrijk, noodzakelijk zelfs, dat we beseffen dat velen ook nu nog wereldwijd strijd voeren voor vrijheid, dat vrijheid niet vanzelfsprekend is en dat de prijs voor vrijheid en vrede nog steeds veel te hoog is. En bovenal moeten we beseffen en koesteren dat wij, in tegenstelling tot velen op onze wereld, in vrijheid en vrede kunnen leven. Vrijheid en vrede. Waar ook een ander recht op heeft, waar iedereen recht op heeft. Zometeen zijn we 2 minuten stil. Daarna leggen we ter nagedachtenis aan onze gevallenen de kransen en bloemstukken. 2 minuten ter nagedachtenis aan diegenen die hun leven lieten voor onze vrijheid. 2 minuten om hen nooit te vergeten. 2 minuten om stil te staan bij de pijn van alle dag bij de nabestaanden. 2 minuten om te overwegen wat vrijheid van ons vraagt en hoe kostbaar deze is. 2 minuten om te concluderen dat dit nooit meer mag gebeuren. Afgebeeld worden voedselbonnen uit de Tweede Wereldoorlog. Om het nog beschikbare voedsel te verdelen, werden er bonnen op vertoon van een persoonsbewijs, een idee, uitgedeeld. Mensen die onderduikers verborgen hielden, waren vaak afhankelijk van hulp van het verzet. Zij brachten hulp onder andere in de vorm van deze bonnen. Zonder bonnen geen eten voor de onderduikers. Het orgel laat nu een roep om hulp horen.
Zoals onze burgemeester net al vertelde, is de nieuwe generatie ontzettend belangrijk voor het doorgeven van veiligheid, vrijheid en vrede. Ik heb dan ook goede hoop, als ik om mij heen kijk, aan de hand van de tekeningen, dat dit goed gaat komen. Vanavond laten wij een viertal gedichten klinken. En deze worden voorgedragen aan leerlingen uit onze gemeente Albrandswaard. Als eerste, Oorlogswoordenlijst door Chanelle van Alpen. Oorlogswoordenlijst, arbeid, dwangarbeid. Gedwongen te moeten werken voor de bezetter. Bezetting. Een land wordt overgenomen door een leger of een andere groep die er niet hoort. Concentratiekamp. Plek waar mensen gevangen zitten. Onderduiken. Verstoppen. Niet meer zichtbaar zijn. Verzet. Mensen die alleen of in groepen de bezetter tegenwerken. Dan het volgende gedicht. Vrijheid. Voorgedragen door Davy Heil. Vrijheid. Ik ben er nu. Ik leef in vrijheid. Maar jij bent er niet meer. Of toch wel. Ik werd meegevoerd. Ik wist niet wat ze met je deden. Ik was in de war. Wat moest ik nou doen? Ik heb het overleefd. Maar jij toch niet. Ben je er nog? Of ben je er niet? Jij hebt nog nooit iets anders gekend dan oorlog. Maar jij wilde altijd vrijheid. Wat het ook mocht betekenen. Jij wilde het meemaken. Ik kan nu alles doen. Maar jij niet. Je spookt in mijn gedachten. Wat staat jou nog te wachten? Leef je nog? Of niet? Geef nou antwoord. Of zal je dat nooit meer doen? Voor mij is vrijheid alles. Ik ben vrij, dus is het voorbij. Ik heb mijn hart gevolgd. Jij zou dat ook moeten kunnen doen. Dus ik ben blij dat ik vrij ben. Het volgende gedicht heet Een Stille Straat. En zal worden voorgedragen door Judith van der Waarden. Een stille straat. Een stille straat. Bijna niemand buiten. Een stille straat. Een enkel kind speelt buiten. Een stille straat. Zoals nu. Alleen bijna niemand buiten. Een stille straat. Een enkel kind speelt op de stoep. Een stille straat, zoals nu. Alleen brandt nu het vredesvuur. En dan het laatste gedicht. Respect. Dit zal worden voorgedragen door Kai Gijsberg van Wijk. Respect. Zij kan niet spelen zoals wij spelen. Zij kan niet spreken zoals wij spreken. Zij kan niet genieten zoals wij genieten. Zij kan wel hopen. Na een zware tocht kwamen mannen behouden weer thuis. Uit dankbaarheid werd dit gebed geschreven. Daarover gaat het muziekstuk La Prière, het gebed, van Paul Gilson, dat La Bonaventura zo meteen gaat spelen. In oorlogstijd vonden sommige mensen troost in hun geloof. Anderen vonden die troost in de natuur. Zelfs de aarde, die dor en doods lijkt, zoals hier de zwarte ondergrond op IJsland, daarin ontstaat toch weer nieuw leven.
Mevrouw Shin Afat draagt nu gedichten voor. Vanavond lees ik voor u twee gedichten voor. Het eerste gedicht is geschreven door Martin Niemöller, een Duits predikant en theoloog, geboren te Lippstadt in Duitsland in 1892. Niemöller was anticommunistisch en steunde Hitler bij zijn greep naar de macht. Toen Hitler de nadruk legde op het idee van staat boven religie, raakte Niemöller gedesillusioneerd. Hij werd leider van een groep Duitse geestelijken die zich verzetten tegen Hitler. In 1937 werd hij gearresteerd en kwam uiteindelijk in de concentratiekampen Sachsenhausen en Dachau terecht, waaruit hij in 1945 door de geallieerden werd bevrijd. Het tweede gedicht geeft de beleving van oorlog weer in het nu. Het is geschreven door Rick, wiens achternaam bij ons niet bekend is. Toen de nazi's de communisten arresteerden, heb ik gezwegen. Ik was immers geen communist. Toen ze de sociaaldemocraten gevangen zetten, heb ik gezwegen. Ik was immers geen sociaaldemocraat. Toen ze de vakbondsleden kwamen halen, heb ik niet geprotesteerd. Ik was immers geen vakbondslid. Toen ze de Joden opsloten, heb ik niet geprotesteerd. Ik was immers geen Jood. Toen ze mij kwamen halen, was er niemand meer die nog protesteren kon. Doen. Wat zou jij doen? Doen in tijden van bezetting. Doen wanneer je keer op keer geconfronteerd wordt met geweld. Doen, wat zou jij doen? Doen met de herrie die er voortdurend is. Doen in tijden van armoede. Doen in de tijd wanneer voedsel schaars is. Doen. Wat kan men doen? Doen in tijden van oorlog. Doen in tijden van onderdrukking. Doen zoals anderen zullen doen. In tijden van vrijheid en geluk. Doen. Wat kunnen wij nog doen? Doen in deze tijd van vrijheid en geluk. Doen alsof er niets gebeurd is. Doen alsof de veteranen van nu niet meer belangrijk zijn. Maar wat wij op zijn minst kunnen doen, is 2 minuten stil zijn en je inleven in de tijd van toen. Wat verlangde iedereen naar vrede na die lange oorlogsjaren? Dit verlangen naar vrijheid, veiligheid, voldoende eten, een dak boven je hoofd, zicht op de toekomst, is een universeel verlangen. Eigenlijk verlangt iedereen in de hele wereld daarnaar, naar vrede. Het orgel laat nu een roep om vrede horen.
Enkele leerlingen van christelijke basisschool De Parel maken het Indiëmonument schoon. Zij hebben zich hiervoor aangemeld. De school heeft het monument geadopteerd en volgt de lesprogramma's van het Nationaal 4 en 5 mei comité. Naast de lessen op school werd er ook een les gevolgd bij de monumenten. Enkele leerlingen zullen vanavond een bloemstuk neerleggen namens De Parel en het bloemstuk is geschonken door het Nationale Comité. In alle hoogste groepen van de 9 basisscholen van Albrandswaard werden gastlessen gegeven over oorlog en vrijheid door leden van het comité. Over oorlog en vrijheid, maar in het bijzonder hoe het was om in die tijd van oorlog te leven in Albrandswaard. Burgemeester Wagner is hier te zien tijdens zo'n les. Hij maakte altijd tijd vrij in zijn agenda voor die lessen. Hij bereidde zich altijd goed voor en vond het contact met leerlingen erg belangrijk. Bij de vergaderingen op het gemeentehuis en ter voorbereiding van de herdenking en de lessen was hij altijd aanwezig. Nu het de laatste keer is dat hij tijdens de herdenking in functie aanwezig is, wil ik hem namens de leden van het comité hartelijk danken voor zijn inzet en voor zijn betrokkenheid. La Bonaventura gaat zometeen voor ons het thema spelen van de film Schindlers List, geschreven door John Williams. De film gaat over een Duitse fabrikant die met gevaar voor eigen leven Joden verborg in zijn fabriek en ze zo de oorlog heeft laten overleven. Zo'n verhaal over verzet, wat dit was, kennen we ook in Portugal. Een heel gewone straat was het, de Dr. Willem Vosstraat. Een heel gewoon huis, met eigenlijk een heel gewoon gezin. De politieke vluchteling Alfred Moser, hier te zien op een vervalst persoonsbewijs, heeft daar 5 jaar mogen onderduiken bij de familie van Straten. Vanavond zijn hier familieleden van de familie van Straten. U ziet het echtpaar van Straten achter mij met hun kleindochter. Zij is hier vanavond aanwezig en haar broer zal de krans leggen. De krans, eigenlijk ter nagedachtenis van mensen die in een bijzondere situatie verzet hebben gepleegd. Een moedige daad. Heel bijzonder. Wat zou u doen, werd er net gevraagd. Wat zou jij doen? Denk daaraan. Wij horen nu Schindlers List, John Williams. Thank you.
De herdenking zal worden voortgezet bij de monumenten buiten de kerk. We zullen hier in stoet naartoe gaan. De stoet wordt geleid door comitélid de heer Wassink en gemeentemedewerker de heer Maurits. Zij zullen worden gevolgd door de kransleggers onder begeleiding van de scoutingleden. Mag ik de genodigden vragen en daarna te volgen en daarna aan alle belangstellenden de stoet af te sluiten. Na het taptoesignaal zal er 2 minuten stilte in acht worden genomen. Hierna volgen 2 coupletten van het Wilhelmus met aansluitend de kranslegging en de stille omloop. Tot slot mag ik u namens het 4 mei comité uitnodigen om hierna in de kerk met elkaar een kop koffie te nuttigen en na te praten. Dank u wel. Thank you.
Thank you.
en wethouders zal nu een krans worden gelegd door burgemeester Wachter en comitélid mevrouw Shin Afat. Namens de gemeenteraad zal nu een krans worden gelegd door raadslid de heer Fuik en nabestaande verzetslid de heer Raspe. Namens de Indiëgangers zal nu een tak gelegd worden bij het Indiëmonument door mevrouw Eik van de Stoep en mevrouw Peek Eik. Namens de leerlingen van basisschool De Parel zal nu een stuk worden gelegd bij het Indiëmonument door Mette de Roy en Davy Heil. De stille omgang langs de monumenten wordt geopend door Kai Gijsbus van Wijk en Chanelle van Alphen. U wordt uitgenodigd om uw bloem te leggen en daarna voor een samenzijn in de kerk.
Kijk, op de rijtjes.